ziet er aardig troosteloos uit. Ja, een hoop water. En u heeft hier zaken, hè? Ja, een vishandelaar in de visserslag, ja. Dat klopt. Zullen de vissen nu wegzwemmen? Ja, ja, of ze zwemmen juist de afslag in. Dat kan ook nog. Nou, dat denk ik niet. Nou, het valt niet mee, maar het is echt interessant om te zien, zeg maar. Dat het echt zo hoog water is. Ik heb met mensen gesproken die zeiden dat het bijna 3 meter boven NAP zeker is. Dus ja, dan staat het op de kant. U moet morgenochtend weer hier wezen? Ja, zometeen over een uurtje of 3. Dan gaan we bestellingen maken voor de vismarkt. Dus ik hoop dat het water dan weg is. Nou, als je weet van tevoren met noordwestenwind, dan met 8-9, dan weet je dat het op de kant komt. Dat is een jarenlange ervaring. Dus hebben we het wel onder controle? Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Met een nieuwe dijk hier al gemaakt, zo, dat is allemaal goed voor elkaar. Echt. En jullie kwamen gewoon even kijken? Ja, toch even kijken bij het hoge water. Een tijd geleden dat het zo hoog is geweest met de deuren dicht. Ik heb ook nooit de deuren dicht gezien bij deze poort. Natuurlijk, ja, je kan natuurlijk niet aan boord komen nu en zo, maar ja, gelukkig hebben we alles afgemaakt gisteren en eergisteren. Is dat nu klaar? Nu kunnen we op naar de kerst. Je zag het een beetje aankomen. Ja, tuurlijk. Je zag het al een paar dagen van tevoren. Kan je dit al zien wat de waterstand wordt en zo. Maar het is wel nu erg hoog geworden. En nu, wat gaan we nu doen? Lekker slapen. Ja. Lekker naar bed. Je hebt er wel een veilig gevoel bij? Ja hoor, kom maar goed.